The Magic, 97.2 FM. Voor Den Haag, Stad Radio. This is a live mix session. A live mix session. On Radio Stad Den Haag. We'll be right back.
Everybody get down.
live in the mix. In the mix. On Radio Stunt Den Haag.
Dames en heren, dat was hij dan. Mag ik hier een groot applaus in deze radiostudio voor René van der Weijden, alias Dave Letterman. Nu disco en dergelijke. And very proud that we had this rather famous Dutch guy in de studio. Soms zeg ik wat in het Engels, hè. We hebben onwijs veel buitenlandse luisteraars, Dave. Ja, you have a couple of foreign listeners. Yes, like David Funk. You like David Funk, yeah. Yes, because he's also from the foreigners. Ja, Amsterdam. Yeah. Well, he's really from Rotterdam, but... Nou ja, dat is voor onze Hagenezen natuurlijk ook best wel... Dat is wel buitenland gelijk. Ja. Hey, short introduction of this Dave Letterman. Even korte introductie. Tenminste, ja, je mag het ook zelf doen, maar... staat al een beetje op de website natuurlijk en op Facebook. Want hij heeft best wel een staat van dienst, deze man. Begon als klein ventje van 14 jaar. Ja, in een Italo-discotheek. Toen je 14 was al? Ja, 14, 15. Oh, welke discotheek was dat? Dat was Discotheek Fame in Dordrecht. Ah. En dat was een halve wave, new wave, Italo-disco. Ja, New Wave is ook fantastisch natuurlijk. Ja, ook fantastisch. En heel goed mixbaar, hè. Met die twee gaan heel goed samen, nou, heb ik toen ontdekt. Die Italo-disco-meneren en vrouwen, die zijn ook zelf ook heel gek van New Wave. Ja, absoluut. En heel veel inspiratie. Ik zag net die lijst met verzoekjes die je dan krijgt. Ja. En ik zag daar Rath en zo, zag ik daar al tussen. Weet je wel, dan zie je toch dat... En heel veel Italo-verzoekjes. Mm-hmm. Maar dan zie je toch dat twee stijlen die hand in hand gingen in de 80's. Ja, en ook op Radio Stad vroeger sowieso. Ja. Je hebt niet alleen in Dordrecht gedraaid... maar je vertelt ook dat je in een Blue Tikkin hebt gedraaid. Was het in de tijd van Slaghuis of ja, niet? Ja, een Blue Tikkin. En dat wil ook gelijk zeggen een Blue Monday. Want een blauwe maandag. Het was niet lang. Nee, want Slaghuisweg was ik ook weg. Maar ja, weet je, het was, ik was daar, ik was ergens opgevallen in de discotheek. Er was een headhunter. Huh? En die had gezegd, kom jij eens proefdraaien in de Blue Tikkin. Dus dat moest op een donderdagmiddag. En dan heel onwennig gaan met de rotary mixers. Want dat hadden ze in de Blue Tikkin. Ik weet trouwens nog één marathon DJ ook een keer heeft gedraaid in de Blue Tikkin. Ja. Weet jij nog wie dat was? Nee. Rens. Nee, oh nee. Rens van Kralingen, alias Rens van der Mar. Heeft toen kwam net Keno uit met de Queen of Witches. Ja. En die stond die daar te draaien, maar die sloeg helemaal niet aan op die vloer toen. Nee, en we. Heb je met die Rotterdammers, hè? Nee, maar terwijl. Ja, geef ons Rotterdammers maar een schuld. Nee hoor, Rotterdammers geen schuld. Nee, maar weet je. Ze tegenwoordig bij Feyenoord kun je takeaway doen. Ja, maar weet je, het was wel. In die tijd typerend voor Blue Tikkin, dat was een hele progressieve discotheek. Wij hadden Mantronics, hadden we in programmering. En Koto kwam natuurlijk ook heel regelmatig langs. Albert One, ja. Dus dat was echt die programmering was het wel. Dan was die, als Koto kwam, dan was die discotheek helemaal bomvol. En dan dacht ik van, dan kwam hij op in zijn judopak. Ja. En dan dachten we van, oké. Maar ging jij wel eens stappen ook deze kant op? Of gebeurt dat? Zo ging dat niet, hè? Nee, ik moet even iets nuanceren. Ik ben van geboorte Rotterdammer. Maar mijn ouders zijn toen ik heel jong was naar Dordrecht verhuisd. En dan is Breda een andere uitvalsbasis. Ja, oké. Dus ik was eigenlijk meer altijd in Breda te vinden. Ja. Hey, had je nog geen watertaxi natuurlijk. Nee, het was nog geen watertaxi. Dat gaat wel vlot. Maar goed, ik heb lekker liggen koketteren. Residential DJ bij de Blue Tikkin. Ja, je moet toch wat. Want dat was op maandag, heb ik net gehoord. Ik kreeg een hele perskit van de man. Maar daar is het natuurlijk niet bij opgehouden. Want je bent gaan produceren. Ja. Keyboards kwamen eraan te pas. Daarna ben je ook weer gestopt. Je bent natuurlijk heel goed bevriend met Lex van Koeverden. Ja. Met het project Waterfall. Ja, ben je, absoluut. Ja. Jullie maar samen er komt ook gedaan? Weer iets nieuws vanuit. Dat zit nog steeds op de planken. Dat het is al 2 jaar geloof ik de bedoeling dat het een keer gaat uitkomen. Je, die plaat die moet dan gewoon volgens de tand destijds weer een keer geremixed worden. Ja. Oh, volgens Mark Hartman heet dat dan Even APK. Even APK, maar ik ben heel lastig in het goedkeuren van remixen. En wie moet die remix dan eigenlijk maken? Nou ja, dat hebben we verschillende al geprobeerd. En ik zeg bij alles van Computer Says No. Loperstein, give it a try. Nee, maar weet je, heel veel mensen hebben het al geprobeerd. Ik ga het zelf niet eens proberen. Nou. Ik vind een plaat als Waterfall, die moet je gewoon lekker met rust laten. Die moet je lekker laten Spotify'en.
En dat veel mensen die nog gewoon kunnen luisteren. Mijn kinderen kennen die plaat zelfs. Weet je, het is onder de jeugd ook nog gewoon nog steeds die 90's hits en die Eurodisco. Waar je Waterfall dan een beetje onder moet rekenen. Dat is ook gewoon heel populair. Ze draaien ook gewoon Toon Unlimited. Ik hoor mijn dochters dat gewoon draaien. En weet je, laat dat ding lekker op Spotify blijven. Ja. En niet te veel aan remixen. Nee. Als zich een hele goede remix meldt, en waarvan ik echt van mijn stoel stuit, dan komt die ook gelijk maar uit. Want er zijn ook van deze Atlantic Ocean Waterfall, weet ik, er zijn een aantal remixen van uitgebracht toen. Absoluut. Ja. Waaronder wij zelf natuurlijk nog een keer in 2009. Ja. En toen, dat was leuk. Ja. Maar, maar goed, dat is wat Lobenstein ook altijd zegt. Oh, trouwens, aanstaande dinsdag zijn ze er weer vanaf 8 uur. Met de Rhythm Kitchen. Dat is een ritmische keuken waar allerlei satéetjes, toestandjes voorbij komen. Leuk. Maar dat is heel leuk, ja, inderdaad. Mark zegt ook altijd van, je moet iets wat al goed is, hoef je niet beter te maken. Nee, dan ben ik het echt. Ik ben het roerend met hem eens. Nou, prima. Hey, dan even nog snel verder met jouw ontwikkelingen. Je bent nog, nu kan je natuurlijk weinig draaien, maar normaal gesproken voor de coronatijd, hoeveel keer per week stond je dan ergens? Nou, eigenlijk was dit jaar eigenlijk, zeker met de nieuwe disco streaming, eigenlijk wel mijn jaar. Ik had 29 festivals, boekingen. Okay. Festivals, hè? Dus festivals. Niet een avondje draaien in een club. Nee, die reken ik er nog niet eens bij. Dat bedoel ik. Nee. Dus ik had echt 29 of festivals. Of hier even iemand staat, hè? Want nu disco is echt gewoon in 2 jaar tijd heel populair geworden in Nederland. Is het ook niet een beetje door die Purple Disco Machine ook gekomen? Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Die hebben daar meegewerkt. Voor iedereen pruimenbol, hè, zullen we maar zeggen. Nee, maar dat is het. Slaat bij een breed publiek, slaat dit aan. Absoluut. Ja. Want je ziet, ik draai elk jaar, als ik word gevraagd. Maar ik draaide 2 jaar geleden op Geheime Liefde. Dat is een heel leuk festival in Port Vechten in Utrecht. Bunnik, bij Utrecht. En daar staan jong en oud, door elkaar, staan op disco, nu disco. Ik heb ook wel discoplaten die ik gewoon iets beter uitmix. En waar ik die ik iets punchier maak, dat ze iets beter klinken. Ja, en dan kan je net zo goed gelijk strak zetten. Je moet natuurlijk wel de techniek. Want in jouw mix ook, daar zat echt van alles. Daar zaten wat edits van jou zelf bij, geen geëdite. Dat waren dan. Er zaten 1 of 2 originals bij. Maar dat zeg ik tegen alle mixfreaks die dan zeggen van ja, het origineel is fijn om te draaien. Maar die zet ik gewoon wel strak. Ja, oké. Okay. Weet je, je moet gewoon met. Je moet de techniek gewoon voor je laten werken. Nou, de hele chat ontplofte toch wel best wel. En of je volgende week weer komt. Ik zeg, de man is ondanks corona toch heel erg druk. Ja. Toch wel. Ja. En online dingen doen en zo. En produceren. Ja. Wat ik ook schreef, wat ik uit je perskit heb, is dat je ook in opdracht heb jij een remix gemaakt voor David Bowie. Ja. En maar dat is al lang geleden hoor, dat was in de 90's. Ja, maar goed, het is wel leuk om te melden. Ja. En als mensen nu meer van je willen, waar kunnen we ze naartoe sturen? Naar Spotify, Dave Letterman. Dus volg me vooral op een Spotify playlist. Dan hoor je alle nieuwe dingen die ik uitbreng, alle nieuwe edits. En DaveLetterman.com. En daar vind je al mijn socials. Dus daar vind je ook mijn Soundcloud, mijn Mixcloud en alles. Dank je wel dat je bent geweest. Heel graag gedaan. Nou, moet je vaker doen, hè? Toch? Je bent toch net als de rest. Eens in de maand of zo, eens in de 2 maanden. Nou, eens in Harald Zwaartski komt ook 1 keer in de maand. Ik sluit het niet uit. Oké. En als je nog wat mixen op de planken hebt liggen, dan ontvangen we je. Als je zegt, dan draai ik ze liever live. Ja, oké. Kijk, dat is nog een beter antwoord, toch? Dat is het haakje in zijn rug. Thanks, Dave Letterman. And if you want to know more of this guy, DaveLetterman.com. Oké. Let's start the show. Ja, wacht maar even.